De roeiboot sloeg nog door onbekende reden om. Drie opvarenden wisten naar de kant te komen ter hoogte van de veerplaats bij Huissen. Er zijn op dit moment twee duikteams aanwezig die zijn aan het zoeken. Zojuist heeft ook de politiehelikopter met warmtebeeldcamera gezocht. En daarnaast wordt er met sonar ook nog gezocht. Alle opvarenden zijn lid van de Arnhemse roeivereniging Jason. Tot na de order zijn alle activiteiten stilgelegd en wordt er niet meer geroeid bij de vereniging. De leden van de roeivereniging zijn aangeslagen door het ongeluk en zijn samengekomen in het clubhuis om troost te zoeken. Ze zeggen dat het gaat om twee zeer ervaren roeiers. Dat er bij de vereniging veel aandacht is voor veiligheid op het water. Pas in de middag werden de lichamen van de slachtoffers gevonden. Op ongeveer 200 meter van waar het ongeval gebeurde. Nou, beide slachtoffers zijn tussen het binnenvaartschip wat hier achter ons ligt en de wal en een duwbak gevonden. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.